Journalist is een mooi vak. We ontmoeten de boeiendste mensen, zoals Ad de Bel uit Wezep. Een collega beschreef deze week prachtig Ads gemoed nu hij, dankzij DNA-onderzoek, eindelijk weet waar zijn moeder begraven ligt, die in de watersnoodramp van 1953 verdronk. Ik bedacht hoe zwijgzaam ons landje omgaat met die ramp met 1800 slachtoffers. Misschien is het niet te verdragen hoe we de strijd tegen het water verloren. Vandaag werkt de kleinste bedreiging al op je zenuwen. Het nieuws wordt er niet vrolijker op. En als je er altijd bovenop zit, als journalist, wil je er af en toe onderuit kunnen. Ik sloot me vorig weekend op in films met de briljante Oostenrijkse komiek Hans Moser. Films uit de jaren 50, uit een zonnig Duitsland dat de oorlog had verdrongen, de nederlaag verzweeg, de welvaart omarmde en de grenzen overtrok op vakantie. En de film Einmal der liebe Herr Gott sei uit 1942, midden uit de oorlog. Mose speelt een onbeduidende klerk in een luxe hotel die ervan droomt daar eenmaal de grote baas te zijn. Op een avond krijgt hij onverwacht die kans en als dan een juwelendiefstal wordt gepleegd, maakt hij er met zijn autoritaire optreden een hilarische janboel van. Geen hotel op stelten of stelter, maar stelst. De film was een subtiele, bedekte satire op de duistere wanorde waarin het vurentuig Europa dompelde. Dat was waanzinnig gewaagd van Moser, want sinds Oostenrijk in het Rijk was opgenomen, had hij al grote problemen, omdat hij weigerde te scheiden van zijn Joodse vrouw, Blanka Hirschler. Daarover nadenkend verging mij het lachen weer. Ik zag nog maar één uitweg, muziek. Ik zette een net aangeschafte cd op, Officium Novum, van het Hilliard Ensemble en alt- en tenorsaxofonist Jan Garbarek. Prachtige zang uit de Oosterse orthodoxie, perfecte eigenzinnigheid van de sax. Ik droomde weg, ik verstilde, het werkte. Tot aan het eind, totaal verrassend, een zacht gedicht klonk, in het Duits. Ik ken die stem, dacht ik, en ineens wist ik het, Bruno Ganz, die ik ken uit de film Der Untergang. Nu hoor ik dus voortaan op deze cd een poëtische, bijna fluisterende Hitler. Dat is pas eng. Oh, trouwens. Mevrouw Moser, Blanka Hirschler, vluchtte voor de nazi's naar Hongarije. Zij overleefde de oorlog en in 1945 werd het echtpaar Moser herenigd. Dat doet goed, was.